ik ben blij dat ik deze niet hoef, dat ik deze niet had. Ik denk dat dit gewoon pijn gaat doen. Vier spelers worden overgeleverd aan 6 knettergekke straffen. Wie maakt het minste geluid en ontloopt daarmee de eindstraf in de stilste show? Ik heb de terrortafel uit elkaar geschroefd en op een engeltje naar de Caribische eilanden gestuurd. Want vandaag staat het strafveld voor de verandering op deze prachtige zonnige locatie. Contiki Beach Resort op Curaçao. Hier nemen semi-verbrande Giel en Stefan het in stilte op tegen 2 nieuwe uitdagers. En de verliezer zal de ultieme tropische eindstraf moeten ondergaan. Zo, ik heb dit wel gemist weer, man. Lekker temperatuurtje, hè? Naast de unieke locatie hebben we vandaag nog een nieuwtje. Niet 1, maar 2 deelnemers. Robert en Terrence. Robert, a.k.a. Hardwell, kennen we natuurlijk allemaal als wereldberoemde DJ. En durft na zijn ontsnapping van de boys tijdens het jachtseizoen nogmaals de strijd aan te gaan. Aan onze terrortafel. Ook dapper genoeg om plaats te nemen aan de tafel is Terrence van der Valk. Succesvol hoteleigenaar. Een lieftallige gastheer hier op het resort. Maar laat je niet verleiden door zijn gebruinde looks. Deze eilandbaas staat erom bekend aardig wat lawaai te kunnen maken. En gepaard met 's werelds hardste DJ gaat het voor deze 2 nog een hele uitdaging worden. Om zo weinig mogelijk geluid te produceren. Hey, Jut en Jul! Hey, wat gezellig dit. Zeker, ja. Robert en een nieuwe Thomas. Ja. Ik vind wel, deze ziet er eerlijk gezellig beter uit. Ja, kan wel blijven, toch? Ja. Mooi. Robert, jij zit er een beetje zenuwachtig aan. Ja. Kan het kloppen? Of, Ja, ik heb hem wel eens beter gevoeld, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik had wel meer vertrouwen in Jackson dan hier, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Goed, heren. Welkom in de stilste show. Hey, leuk. Yes. Dit keer heb ik de terrortafel en de beruchte terrortrein neergezet in dit zonnige rustoord Contiki Beach op Curaçao. Hey, lekker. De plek waar je het liefst in stilte bakt in de zon. Maar of het hier rustig blijft, dat hebben jullie in de hand. Want wanneer ik namelijk de strafbel laat klinken, worden de decibelmeters die om jullie nek hangen geactiveerd. En wordt ieder geluid geregistreerd. Degene die na de 6 knotsgekke straffen die ik voor jullie in petto heb het minst stil is gebleven, moet de ultieme eindstraf ondergaan. En wat is de eindstraf? De verliezer zal op hoge snelheid een typisch Curaçao's diner voorgeschoteld krijgen. Wat is een typisch Curaçao's diner? Je hebt het over funchi, lomitos toba. Kunnen jullie goed stil zijn, denk je? Nou, normaal niet, maar we hopen nu wel. Bij mij komt het niet. Deze man is nooit stil, toch? Succes, jongens. Ja, succes, jongens. Jullie ook. Zullen het nodig hebben. Goed. Alles duidelijk? Graag een beetje rustig. Dan proberen je mensen van de zon te genieten. Oh, sorry. Geniet ervan. Bombini bolletje. Nou, klinkt wel lekker. Ik ben ook wel een bombini-bolletje inmiddels. jij wil hem nu al wel doen, alvast? De eerste is nooit zo erg, dus ik wil deze wel graag doen. Na een lange, zweterige vlucht uit Nederland is het tijd voor iets verkoelends. Nee man, ik heb zo geen zin. Een ijsje, ja. Bombini-bolletje. De terrortrein bepaalt ook dit keer wie er aan de beurt is. Pak alle een souvenir en draai deze op mijn teken om. Degene met de rode sticker is de lul. Ik weet het niet, maar ik heb gewoon nu eentje. Intuïtie, pak gewoon. Ja, dit was een rode sticker. Jij pakt ineens een rode blokje. Ja, maar ik denk ook wel zoiets van, een rode sticker gaat nooit op een rood blokje liggen, toch? Ik dacht precies hetzelfde. Ik ga sowieso voor de andere blauwe dan. De andere ik blauwe. Ik hoop zo dat daar een rode sticker, ik hoop het. Oh. Bombini, welkom op Contiki Beach Resort. Om even te wennen aan de tropische temperaturen krijgt Giel een lekker verkoelend ijsje. Alleen heeft de ijskoman zich vergist. Shit. De verliezende speler moet een paar hapjes nemen van een vetbol met vogelvoer op een ijshoorntje. Ja, daar is veel genieten van, maat. Geniet ervan. Hè? Papegaaivoer. Heerlijk. Oh, kut. Slikken.
Goed zo, maat. Oh, dat is echt. Het zag er wel echt uit als een, als een. Het zag er wel uit als een ijsje. Het zag er echt uit als een ijsje. Ja, zo proefde het niet. Ik heb gewoon een volle hap boter in. Lekker, man. Smerige surfer. De smerige surfer. Kan er iemand surfen, überhaupt? Ik kan niet surfen. Ik kan ook niet surfen. Ik ook niet. Nee. Ja, internet een beetje, maar niet in de zee. Maar je zou zeggen, jij woont natuurlijk in Curaçao. Hè? Ja. Jij kan dat. Ja, maar niet dus. Nee, maar of zeg je dat nou omdat je deze ronde niet wil? Nou, we zullen het zo zien. De golven liggen er goed bij vandaag. Tijd om een nieuwe skill te leren. Namelijk surfen. Alleen heeft de surfleraar de surfboards per ongeluk verkeerd ingewakst. Dat is vervelend. Echt vervelend. Er ligt gewoon iets schoors op die surfboard. Ja, dat zal dan wel weer zo. Oké, ja. Voor jullie staat onze gevreesde krokodil klaar. Wie de verkeerde tand indrukt, is keihard de lul. Nou, Giel, je mag beginnen. Ja, ik ben dus bang dat ik hem gewoon al meteen heb. Ja, dat zou toch top zijn? Het is al meteen een spanningsmomentje. Robert, je bent echt nerveus, hè? Robert, ja, je slaat een beetje dicht. Maar dat maakt niet uit, Robert. Kijk eens hier. Als je krokodil maar dicht slaat. Oh, hij gaat switchen. Dat is altijd verkeerd. Oh. Je wilt leren surfen, alleen heeft de surfleraar de planken met tarwebloem, honing en visafval ingewakst. En zoals iedere beginner leer je op het droge. Test alle drie de surfplanken om te bepalen welke het beste bij jou past. Ik denk niet dat iemand thuis beseft hoe erg het stinkt. Dit is niet. Ik ging bijna over mijn nek. Jongens, even een klein applaus voor de nieuwe Thomas, hoor. Hey. Respect. Ja. Lekker, Terrence. Respect, Terrence. Voor introductie. Helemaal top. Nou, laten we snel doorpakken. Volgende opdracht, jongens. De natte slipper. Ik denk dat dit gewoon pijn gaat doen. Natte slipper. Meestal slaan ze met slippers. Ja, dat denk ik ook. Ik zeg al, die gaat pijn doen, deze. Ja, we snappen het. Het is mooi weer. Een heerlijk drankje hier en daar en mooie vrouwen. Dus pas op, een slippertje is zo gemaakt. Die is slecht, zeg. Die is heel slecht. Nou, Daniel, poepoe. Jezus. Onze behulpzame barvrouw heeft 4 shotjes voor jullie op haar dienblad. 1 daarvan is minder geslaagd. Proost. Nou, daar komt ze aan. Dat is wel een prachtige bar, dame, jongens. Hallo. Hallo. Nou, zal ik gelijk die pakken dan? Dan kijk niet. Niet inspecteren, gewoon. Nee, ik ook niet. Joe. Ja, komt u maar, huppatee, joh. Waarom heb ik het idee dat jullie het allemaal al wisten? Weet ik niet. Het gebeurt wel vaak, trouwens. Verliezer heeft een slippertje gemaakt op vakantie, maar wordt hiervoor gestraft door de andere deelnemers. Zij mogen hem bekogelen met natte slippers.
Jij had er recht in zijn gezicht. Ik gooi er recht in zijn gezicht. Sorry man. Je had er twee... Ja, ik zat echt een volle bak op. Ah, jongens, weer een applausje voor Terrence. Hey, waar slaap jij vanavond eigenlijk? Ik denk op straat nu. Ook deze kaart trekken. Weet je wie was echt lekker bezig zijn? Wij? Wij. Heerlijk. Gaat super. Cocktailpong, nou dat klinkt fantastisch. Dat is iets. Dat is bierpong. Dat is top. Maar ik, waarom gaan er nou al alarmbelletjes rinkelen dat het niet lekker is? Hij wordt ineens wakker, hè? Hij wordt wakker. Maar ja, wat is de opdracht? Want ik zie niks op het treintje staan. Ja, dat klopt, Giel. We gaan een bekend drankspelletje doen. Maar dan net even anders. Ja, gewoon bierpong. Degene die de afgelopen rondes het minst stil is geweest en er dus het slechtste voor staat, krijgt van mij een voordeeltje. Oeh. Hij mag aanwijzen welke twee deelnemers deze straf de lul zijn. Ik denk dat het tussen Terrence en mij gaat. Denk ik ook. En ik denk dat als Terrence wint, dat ik al weet welke twee er zijn. Dus ik hoop dat ik... Kijk zijn hoofd ook betekenen. Ik hoop dat ik het was. De speler die de afgelopen drie ronden het minst stil is geweest, is... Terrence. Dat dacht ik al. Het is wel een lekker voordeeltje voor hem. Ja. Je mag twee mensen uitkiezen, Terrence. Ja. Nou. In ieder geval Robert. Er wordt een potje cocktailpong georganiseerd met klassieke cocktails. Nou ja, de barman heeft hier en daar zijn eigen draai gegeven aan het recept. Succes met de wedstrijd. Deze is gewoon. Maar lekker jongens! Dit is zeewater! Is dat zeewater? Is dat bloeker of zo zeewater? Zeewater nou. Oh, lekker! Ja, nou. Echt hè? Oh. Lekker! Doe zeewater ook, ja, dat is goed voor je. Ja, dat is heel goed voor je. Was het zeewater? Ja, zeewater. Dat is echt top voor je. Ik vond het leuk dat je cocktail vond, jongens, dankjewel. Ronde 5, de kuil. De kuil. Nou, wat zou dat zijn? Is gewoon, dan word je gewoon ingegraven. En dan krijg je visafval over je heen, hoop ik. Nee, toch? Nee, daar zijn we wel klaar mee, denk ik. Nee, daar zijn we wel klaar mee. We hebben de dode vissen wel gezien. Oké, we gaan bepalen wie er dit keer de straf moet ondergaan. De spelers die de vorige straf de lul waren, mogen onderling uitvechten wie aan het twisterratje gaat draaien.
Wanneer de pijl op jouw hoofd valt, ben je de lul. Oké, dus één van jullie mag draaien. Ja, ik geef hem aan Robert. Ja, ik geef hem ook aan Robert. Robert, I love you, man. I love you. Ik heb zo lang niet gedraaid. Omdat jij zo... Nee, je hebt al zo lang niet meer gedraaid. Hij gaat eindelijk weer draaien, jongens. Even een applausje, hoor. Dat is fantastisch. Ja, 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 ja. Dat ik hierbij mag zijn, ja, dat vind ik mooi. Oké. Wie deed het niet tijdens een dagje strand? Zichzelf ingraven in het zand. Vandaag mag één van jullie dit weer eens ervaren. Terrence neemt plaats in de kuil en wordt door zijn medespelers tot aan zijn nek ingegraven. Hey, top! Hey Terrence, ja. wij maken het spel even af, zien we zo, hè? Ja, ja. Van de week. Top! Je moet wel even blijven liggen nog, hè? Ik vind het heel leuk dat jij aan deze tafel zit, want je bent een prima vervanger voor Thomas, want jij hebt nu al meer opdrachten uitgevoerd dan Thomas. Ja, ja, het gaat supergoed. Ja. Ja, dat gaat top. Ja, ja, dat vind ik ook. Oké, jongens, laatste ronde. Ja. We gaan hem samen afsluiten. Ja. Tabasco. Ja, Tabasco in je oog. Waarschijnlijk. Ja. Of sambal. Meen je dit? Nee joh. Tabaskoog. Deze straf zie je sowieso niet aankomen. Je ziet het niet aankomen. Jezus, wat scherp, Daniel. Wie is dit keer de lul? Pak allemaal een prachtig aanzichtkaartje van het dienblad en draai deze op mijn teken om. Degene met de rode sticker zal deze straf onder ogen moeten komen. Ik wil kiezen. Ik zou hem wel verdienen. Ik wil als eerst. Ik zou hem wel verdienen. Ik heb nog niet veel gedaan. Ja, welke pak jij? Deze zag iedereen al van mijlenver aankomen. De verliezer moet met een pipetje een druppel Tabasco in zijn oog doen. Hier, wil je water? Hier, maat. Oh, fucking hell. Oh, maat, jij dit ook? Hier, een steen van tuinslang. Hier, tuinslang. Ik probeer iets meer open te doen. Lukt dit? Lukt dit op? Lukt dit op? Ja. Ja? Ja, gooi het erin. Ik ben blij dat ik deze niet hoef, dat ik deze niet had. Zo! Ja, dit was niet normaal. Ja, maar hij had echt fucking veel pijn. Ja. Hij heeft gewoon een blauw oog. Echt? Ja, hij heeft een blauw oog. Oké.
ik ben gewoon echt speechless. Ik ook. Dat ik dit nog mag meemaken? Nou, ik weet niet wat er zojuist gebeurde. Ik weet het ook niet. Maar alles. Even voor de duidelijkheid, doe dit niet thuis na, want nou, dit is echt achter. Nou, ik denk dat mensen wel begrijpen dat je dit niet na moet doen. Nee, goed punt. Maar Steve, ik dacht echt dat je dood ging. Nou, dat dacht ik ook heel eventjes. Maar het gaat beter. Het gaat echt, het trekt weg. Nou, het ziet er ook beter uit. Ja, hè? Ja. We hebben het gehaald, jongens. We hebben het gehaald, jongens. Dave, we hebben het gehaald. Het draait natuurlijk om de stilste show. Ja, die laatste heb ik verloren, die laatste ronde, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Maar goed, laten we hopen dat het gemiddelde iets beter was voor mij. Nou, deze stranddag is een ware slijtageslag gebleken. Er zijn enkele harde decibellen gemeten. Bij iedereen. Oh. Kortom, het is nog steeds spannend. Wie is er de afgelopen 6 rondes het minst stil geweest? En zal tijdens de ultieme eindstraf op hoge snelheid een heel diner moeten nuttigen? Ik zet mijn geld op tennis. Ja, bij mij was die slipper was wel echt... Ja, de natte slipper, ja. Echt een slippertje. Ja, dat was echt een slippertje. Robert! Ja? Jij bent het in ieder geval niet. Nou, hè? Yes! Lekker, ik vond het leuk dat je mee wilde doen. Lekker man. Je was echt nerveus, hè? Zo, niet normaal. Ja. Ik ken jullie, ik vertrouw het allemaal niet. Stefan, Terrence en Giel zijn over. Een van jullie heeft net zoveel geluid gemaakt als een flink strandfeestje. Nou, hier bij Wetterwaald, Cabana. Het zijn goede feestjes altijd, hoor. Ze gaan die naam vernoemen naar mij, denk ik. Ben ik hoor. Giel! Oh, dit is een goed teken. Ja, stel. Jij kruipt door het oog van de naald. Ah, lekker! Lekker. Terrens, maak je al zorgen? Ja, joh. Ja. Stefan? Succes, jongen. Ja, ja, man. Succes. Daar komt hij, daar komt hij. Stefan. Terrence. Degene die het minst stil is geweest. En daarmee dus deze stilste show heeft verloren. En de ultieme eindstraf zal moeten ondergaan, is... Gemiddelde. Het gemiddelde redt me. Het gemiddelde moet me redden. Terrence van der Valk. Nee! Terrence! Hoeveel pech kan je hebben ook? Hoeveel? Ja, maar je hebt 3 opdrachten gedaan. Dankjewel, Daniel. Ik ben zo blij. Oh, man. Oh, kut. En maar wat is de eindstraf? De eindstraf van vandaag. Een maaltijd eten op hoge snelheid. En om deze hoge snelheid te bereiken zal Terrence plaatsnemen op een militaire friskboot. Dit snelle vaartuig wordt normaal gebruikt voor speciale antipiraterij en antismokkeloperaties van het Korps Mariniers en de Koninklijke Marine. Maar vandaag wordt deze boot ingezet om onze plaatsvervangende Thomas na een lange opnamedag even lekker te laten genieten van een uitgebreid diner. We beginnen met de Caesar salad. Oké. Terrence mag dan wel deze tropische aflevering van de stilste show hebben verloren. Hij heeft in ieder geval nog goed kunnen genieten van wat heerlijk eten. Vond je dit nou een vermakelijke aflevering? Laat het weten in de comments. En wie weet komen we weer terug met een knotsgek seizoen.